Hey people, welkom hier in het Mediapark Hilversum. Gaan we een dagje rondlopen, kijkje nemen, vragen stellen, weet ik veel, een hapje eten. Verzin het maar, wij zijn erbij. Nou, dit valt hier echt heel veel te beleven. Cameragebieden, presentatiedingen, softwares, noem het maar op. Noem het maar op. Je kan het hier vinden. Dingen over reportages. Als het maar met media te maken heeft. Ja, het is aanwezig hier. Jap gast of zo. Ja, een stukje af. Oké. Hallo, ik ben Louis van Start TV in Rotterdam TV. Aangenaam. Van Sony. Een Sony. Ik zie een prachtig apparaat hier staan. Ja. Ik ben nieuwsgierig daarnaar. Dit is een hele grote 3D-opstelling. 3D-opstellingen zoals wij die nu zeg maar verkopen en adviseren, is altijd gebaseerd op twee camera's. En dat kunnen twee grote camera's zijn zoals deze opstelling. Die eigenlijk echt bedoeld is voor de speelfilmindustrie. Maar ook hele kleine camera's. Kan je op zo'n manier met dan ook een veel kleinere rig kan je gebruiken. Dus straks als privégebruiker thuis heb ik nu ook een 3D-camera of is dat de toekomst? Dat is wel de toekomst. Als je kijkt, afgelopen januari is er in Amerika een grote consumentenbeurs geweest. Waar alle fabrikanten, niet alleen Sony, maar alle consumentenfabrikanten hun nieltjes voor de toekomst presenteerden. En daar was alle nieltjes 3D. Dus een 3D-televisie, een 3D Blu-ray-speler voor thuis, een 3D-spelcomputer. Computer, onze PlayStation kan je dadelijk door middel van een firmware update ook geschikt maken voor 3D. Dus wat dat betreft komt een hele 3D-wereld naar de huiskamer. Dus het is een leven met de bril op eigenlijk? Voorlopig wel. Zolang er niet echt een goede techniek is om 3D zonder bril te doen, ben je inderdaad veroordeeld tot een bril thuis. En dat kan een passieve bril zijn, zoals we hier demonstreren, of een actieve bril, zoals we dadelijk voor de consument thuis met de consumententelevisie. Wat is dus het verschil tussen deze twee brillen, wat u bedoelt? De twee brillen. De actieve bril, daar sluit zeg maar het linkerglas of het rechterglas. Dus je kijkt echt of met het linkeroog of met het rechteroog. Maar dan heel snel achter elkaar. Ja. Soms om en om, het linkeroog, het rechteroog. Ook omdat op de televisie om en om het linker en het rechter beeld vertoond wordt. En wat hier gedemonstreerd wordt is met een geproduceerd scherm voor de televisie. Voor de monitor in dit geval. En dan kan je dus met een wat simpele bril kijken. Ja. Want het is net als het bril wat nu al in de omloop is, dat is eigenlijk is nog niet gedigitaliseerd. Het is nog analoog. En daar zit eigenlijk al heel veel verschil in. Er zit verschil in tussen zeg maar de passieve bril die we hier laten zien en de actieve bril dadelijk in de huiskamer. Het voordeel van die actieve bril is dat tv kijken zowel in 2D als 3D even goed gaat. En dat je zeg maar de optimale kwaliteit hebt. Het volle HD signaal heb je dadelijk in de huiskamer beschikbaar, ook in 3D. Oké, dus we leven zelf in de film dadelijk. Je leeft dadelijk echt in de film. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in zo'n camera, wat is nou het nieuwe van zo'n camera? Wat is nou het einde? Ja, uiteindelijk is het prachtig om 3D te gaan filmen en ermee te gaan werken en de mensen dat te presenteren, je beeldmateriaal in 3D. Maar natuurlijk zeg maar van de huidige situatie met 3D is dat je niet nieuwe apparatuur hoeft te kopen. Je zal alleen aanvullende apparatuur moeten kopen.
Als je kijkt, is deze opstelling gebaseerd op gewoon twee camera's. Twee normale camera's met een speciale constructie om die kamers ten opzichte van elkaar te positioneren. Dus als je één kamer hebt, wat je moet doen als je in 3D wil gaan werken, een tweede camera erbij kopen. En inderdaad een rig om die twee kamers op een of andere manier, hetzij naast elkaar, hetzij boven of onder elkaar te gebruiken. Oké, dus met het apparatuur wat ik al heb, kan ik in principe hoef ik het nu alleen maar uit te gaan breiden. Ja. Ik dacht dat ik gewoon een hele nieuwe apparaat moest gaan kopen. Er zal in de toekomst ongetwijfeld bij ons, maar ook bij andere merken, een echte 3D-camera komen. Maar voorlopig zijn we nog niet zover en heb je dus twee camera's nodig om 3D op te kunnen nemen. Eén camera die zeg maar het beeld van het linkeroog registreert en één camera die het beeld van het rechteroog registreert. Hoe is de constructie van dit concept ontstaan om de mensen eigenlijk dit aan te bieden? Nou, 3D is helemaal niks nieuws. Als je kijkt op een gegeven moment in de historie, is er al heel veel in het verleden ook in 3D gebeurd. 3D-fotografie, de stereofotografie, in de filmwereld is er dingen gebeurd. Alleen de laatste tijd is het natuurlijk heel erg in de aandacht gekomen, ook door bijvoorbeeld een film als Avatar in de bioscoop, dat mensen kennis gemaakt hebben met 3D. U bent eigenlijk een bedrijf die de mensen eigenlijk de materialen aangebieden om 3D te gaan maken. En Sony is een leverancier enerzijds maar van consumentenapparatuur, dus de apparatuur die in de huiskamer staat. Anderzijds heeft Sony een professionele afdeling die apparatuur levert om programma's te maken. Wat maakt u zo speciaal dan? De apparatuur die hier staat om zeg maar mooie dingen te maken. Waar voor mijn geld? Ja. Dank u wel. Oké, graag gedaan.